Goedenavond allemaal. Was dat achter mij? Nou, hallo college. Oh, het is, daar, kijk, Nick-Christian. Oh, wat een warm welkom. Fijn. Nou, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En laten we er weer een mooie vergadering van maken, mensen. Dan ben ik eigenlijk meteen ook aangekomen bij agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Dus ik kijk even rond of deze agenda uw goedkeuring kan wegdragen. Ik zie niemand daarop reageren, dus ik ga ervan uit dat dat het geval is. Daarmee zijn we dan al bij agenda punt 3 aangekomen. En we hebben vanavond één inspreker. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, anders gaat hij mij ongetwijfeld corrigeren. Dat is de heer Xiao, met betrekking tot agenda punt 2, pak je kansfonds. Meneer Xiao, ik wil u graag naar voren vragen. Kijk. Misschien ter overvloed, want u bent vaker hier geweest. Maar we hebben altijd heel strak de richtlijn dat er 5 minuten is om in te spreken. En ik ga ervan uit dat u daarmee bekend bent en dat u zich daar aan weet te houden. Dank u wel en heel veel succes. Ik heet Jeffrey Xiao, woon in Nedersvaart. Heb een participatiewetuitkering. Ook WMO-gebruiker. En ik spreek in op agenda punt 4, pak je kansfonds. Ik ga nu in op het raadsvoorstel, inleiding en het raadsbesluit. De doelgroep is duidelijk, afgebakend. Inwoners van de gemeente, 27 jaar en ouder, met inkomen tot 170% van de bijstandsnorm. Werkspoor en participatiespoor blijven. Maatwerk is persoons- en ontwikkelingsgericht vanuit een aanbodblik naar de vraag uit de markt. In het raadsbesluit zaak nummer 13622 ontbreekt de ingangsdatum van het fonds en de duur ervan. Ik heb de indruk dat het fonds een ver bijzondere bijstandsvoorziening is, waarin voorliggende voorzieningen niet of onvoldoende voorzien. De gemeente gaat hiermee een experiment aan. Tussen de regels door lees ik veel van mijn vroegere werk als consulent en als projectconsulent terug. Ik meng mij niet in het advies van de participatieraad. Dat het experiment mag slagen en het geld uit het fonds op de plekken komt waar het voor bedoeld is. Ik dank u dat ik dit mocht inbrengen. Dank u wel voor uw korte en krachtige bijdrage. Ik kijk even de raadzaal rond of er nog vragen zijn. En dat is niet het geval. Dan dank ik u nogmaals voor uw bijdrage. Ja, dank u wel. Okay. Daarmee zijn we dan wat mij betreft meteen aangekomen bij agenda punt 4, pak je kansfonds. Ik kijk even rond wie ik daarvoor het woord mag geven. Meneer Van der Gampel, ik begin bij u. Dank u wel, voorzitter. Had ik niet verwacht. Soms zijn er verrassingen. Misschien dat het aan de voornaam ligt, wie weet. Voorzitter, bij het lezen van de titel van dit raadsvoorstel moest ik onwillekeurig denken aan een weliswaar nog te ontwikkelen Hardenbergse variant van het bekende Monopoliespel. Na het trekken van een pak je fonds, pak je kans kaart, mag je via station Hardenberg-Zuid door naar start en ontvang je 15.000 euro. Maar gelukkig, het is geen spel, het is serieus. En dit komt voort uit het coalitieakkoord, waarin staat aangegeven dat er geëxperimenteerd zou worden met het gaan vormen van reguliere bijstand. En hiervoor wordt het bedrag gebruikt dat is overgebleven na de opheffing van het Fonds voor Werk en Scholing. De strekking van het voorstel, voorzitter, kunnen we als fractie onderschrijven.
Positief is dat er is nagedacht over het bieden van financiële ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners uit onze gemeente, wel of niet uitkeringsgerechtigden. Ook positief dat er wordt ingezet op personen met een laag inkomen. Jammer is eigenlijk dat wij in het voorstel niets lezen over het nemen van maatregelen gericht op het wegnemen van overbodige procedures, vermindering van administratieve lasten en regeldruk bij mensen met een bijstandsuitkering. Vraag aan de portefeuillehouder of zij van mening is dat het proces van aanvraag verlening van bijstand nu zo efficiënt verloopt dat daar geen winst meer te halen is. Inhoudelijk een aantal vragen over dit voorstel. Waarom kiest het college voor de leeftijdsgrens van 27 jaar? Het dictum van het raadsbesluit ziet op inwoners zonder leeftijdsaanduiding met een ontwikkeldoel gericht op werk en participatie. Dan het bedrag maximaal van 15.000 euro. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Onze fractie lijkt dat wel erg hoog. Des te sneller is ook het fonds leeg, kunnen minder mensen ervan profiteren. En wij zouden graag zien dat dit bedrag aanzienlijk wordt teruggebracht. Ik hoor graag van de portefeuillehouder hoe zij daar tegenover staat. Dan ten aanzien van de paragraaf risico's en kanttekeningen. Wat gaat de portefeuillehouder doen in geval van oneigenlijk gebruik en misbruik? Verder, de uitvoering van dit fonds zal worden geregeld via het opstellen van beleidsregels. En verzoek aan de portefeuillehouder of zij die, als die gereed zijn, via de actieve informatieplicht aan de raad zou kunnen doen toekomen. Tevens een vraag of er na het einde van het kalenderjaar, dus volgend jaar, dus eind 2020, een evaluatie naar de raad kan worden gestuurd over de behaalde resultaten. Dan lezen we dat voor de uitvoering van het fonds 450.000 euro nodig is. Terwijl de opheffing van het van werk en scholing levert 522.000 euro op. Wat gebeurt er met de resterende 72.000 euro? Dan is er sinds juni van dit jaar door het ministerie een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen, het stapbudget, in de markt gezet. Dit budget stelt werkenden en niet-werkenden in staat een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aan te vragen. De hoogte varieert van 1 tot 2.000 euro per persoon. En nu is onze vraag aan de portefeuillehouder: is zij bekend met deze regeling en hoe verhoudt deze zich tot het voorliggende plan? Tot slot, voorzitter, de doelgroep. Is deze goed in beeld? En hoe ver gaat de coaching die u bij de projectbeschrijving aangeeft? Het is immers een groep die niet direct gewend is om onderbouwde en gemotiveerde aanvragen te doen. Dus het lijkt ons toch wel heel belangrijk dat daar een goede mate van begeleiding op zit om ervoor te kunnen zorgen dat de aanvragen er ook dusdanig uitzien zoals ze bedoeld zijn. Dit was het in eerste termijn, voorzitter. Dank u. Dank u wel, heer Van der Gampel. Verder nog iemand bij de ChristenUnie? Nee, dus jullie gaan niet voor dubbele ogen. Om er even door te gaan. Goed, mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat de vrijgekomen gelden uit het Stichting Werk en Scholing, die opgeheven is, ingezet kan worden voor een experiment met de bijstand. 50PLUS Hardenberg is dan ook enthousiast dat dit raadsbesluit Pak je kans voor ons ligt. Toch hebben we nog een aantal vragen. De participatieraad heeft een vraag gesteld. Kan de inwoner meer dan één aanvraag indienen, omdat de maximale bijdrage 15.000 euro is? En sluit ik aan bij de woorden van ChristenUnie, het is best wel een hoog bedrag. Dus de vraag is eigenlijk van, is het één aanvraag of kunnen er meerdere gevraagd worden? Of meerdere aanvragen gedaan worden? De instrument en de fonds die wordt gesproken over de SZW, van moet deze dan ook nog getoetst worden door het ministerie? En onder risico's wordt het volgende gesteld. Mogelijk kan er geen of weinig gebruik worden gemaakt van de fonds. Kan de wethouder toelichten wat er wordt bedoeld met geen of weinig gebruik? En de laatste vraag is van wie gaat de inwoners die deelnemen aan deze pilot begeleiden? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verschuur. Mevrouw Meijering. Dank u wel, voorzitter.
Wij vinden het ook een mooi plan. En wij hebben ook, net als de andere partijen, enkele vragen. Veel vragen zijn al gesteld door de heer Van der Grampel. We hebben een paar aanvullende vragen. Hoe gaan we de mensen bereiken? Dat is als soortgelijk eigenlijk wel gesteld ook door 50PLUS. Maar hoe gaan we deze doelgroep bereiken? En bij de risico's geeft u aan bij punt 2. Daarnaast is men verplicht de bijdrage te besteden aan de te declareren voorziening. En onze vraag is eigenlijk van, het gaat hier om mensen met een laag inkomen die het zelf niet kunnen bekostigen. En dit wekt de indruk dat ze het toch moeten voorschieten omdat ze achteraf kunnen declareren. Of krijgen ze het voorgeschoten dag? Of hoe denkt u daarmee om te gaan? En is het misschien beter om dat wij de betaling aan de opleiding of welke voorziening ook gebruikt gaat worden vanuit de gemeente gaan doen? En het bedrag vonden wij in eerste instantie ook hoog, maar ik begrijp ook dat het ook bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor medische doeleinden, bijvoorbeeld een nieuw gebit of renovatie daarvan, zodat je weer kunt deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dus ik snap ook dat het misschien dan voor zoiets wel meer budget nodig is. Zijn de plafonds bijvoorbeeld voor opleiding dan wel voor andere dingen of wordt alles vrijgelaten? Want dat is echt de laatste vraag die wij hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Meijering. En de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Het voorstel toont wat ons betreft lef om zelf een lokale, regelarme aanpak te willen voor een landelijk maatschappelijk probleem en vraagstuk. Presentatie en uitleg die wij over dit ambitieuze plan voor de zomervakantie hebben gekregen was verhelderend en werd door onze fractie positief ontvangen. Wij ondersteunen de ambitie om meer vertrouwen en regie bij inwoners te durven beleggen. Met Pak je kans zenden we een sterk signaal van samen met de inwoner en niet over de inwoner te praten en een oplossing out of the box te zoeken. Ook al is dat soms een uitdaging met beproevingen en risico's, ook voor de gemeente zelf. Het systeem van reïntegratie is complex en bevat een groep mensen die met de traditionele trajecten, middelen en methodieken niet geholpen worden. Daarom is dit fonds een uitkomst en we zijn blij met het positieve advies van de participatieraad. We hebben nog wel enkele vragen en opmerkingen voor de portefeuillehouder. De kaders motivatie en perspectief vinden we nog best spannend, omdat deze zeer persoonlijk beleefd kan worden, zowel door de inwoner als door de gemeentelijk consulent. De participatieraad heeft hier ook soortgelijke opmerkingen over gemaakt. Daarnaast zijn er risico's, zoals het risico op fouten door het experimentele karakter. Onze fractie vindt dit aanvaardbaar, omdat dit onvermijdelijk is bij een nieuwe visie van dienstverlening en pionieren in de praktijk. In het stuk wordt bij risico's gesteld dat er mogelijk geen of weinig gebruik van het fonds gemaakt gaat worden. Er staat echter geen verduidelijkende uitleg bij. Wat wordt hier bedoeld? Geen animo of toch te veel barrières? We horen graag nog een reactie van de portefeuillehouder hierover. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Dan ga ik naar de heer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. Als eerste willen ook wij kenbaar maken dat we onze fractie dit voorstel enorm waardeert. We hebben nog een paar vragen aan de portefeuillehouder en enkele zijn ook al wat aangeduid, bijvoorbeeld de leeftijdsgrens van 27 jaar. Maar in het voorstel wordt ook gezegd dat een aantal adviespunten van de participatieraad zijn verwerkt in het voorstel. Dat lezen we ook terug, maar we lezen ook, denken we, een aantal punten niet terug. En die ga ik dan maar even noemen, bijvoorbeeld het opstellen van een processchema, maar daarin opgenomen de nemen stappen. Een antwoord op de vraag wie uiteindelijk de beslissing neemt over de eventuele toekenning van de aanvraag. En wie bijvoorbeeld de afweging maakt ten opzichte van behoefte en of noodzaak. Als laatste, en daar sluiten we ook graag bij aan, hoe wordt een mogelijke continuering opgepakt en waar is dat eventueel van afhankelijk? We lezen wel iets daarover, maar misschien kan de portefeuillehouder dat nader toelichten. Graag horen we dus of deze punten zijn verwerkt, waarom wel of waarom niet. We horen het graag van de wethouder. Ten aanzien van het bekendmaken, en mevrouw Meijering zei er ook al iets over, er wordt in het voorstel wel genoemd over media, sites of via de krant of wat dan ook. Maar we denken dat ook andere kanalen, bijvoorbeeld de samen doen teams die bij gezinnen op bezoek komen, een rol zouden kunnen hebben om
middels een soort van verbale communicatie, een actieve communicatie, dit fonds goed onder de aandacht te brengen, zodat er niet een kans ontstaat dat er misschien na verloop van tijd blijkt dat er te weinig gebruik van gemaakt is, wat mogelijk invloed zou kunnen hebben op de evaluatie. Tot zover. Dank u wel, meneer Bakhuis. Ga ik naar de heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. Veel van onze vragen zijn al weggenomen, onder andere over de leeftijd. Dan is het enige wat eigenlijk bij ons nog overblijft. We lezen dat er per kwartaal gemonitord gaat worden op resultaat en op effect. En dat aan de hand daarvan bijgestuurd zou kunnen worden. Onze vraag daarbij is, dan zal het toch niet de bedoeling zijn dat dan ook bijgestuurd wordt in de voorwaarden, waardoor bijvoorbeeld een aanvrager die vroeg al een aanvraag doet onder andere voorwaarden, een fonds kan aanvragen dan een ander. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Gezing. Dank u wel, voorzitter. Het lijkt ook ons een zeer sympathiek plan. We hebben nog wel toch nog een paar vragen over. De regeling kent een looptijd van 2 jaar. Hoe wordt er omgegaan met de opleidingen die meerdere jaren in beslag nemen? Zoals de mbo, hbo-opleidingen. Of is daar de regeling niet voor bedoeld? Is het voor bedrijven mogelijk een beroep op deze regeling te doen voor hun werknemers? En in hoeverre is de behoefte binnen de gemeente Hardenberg in kaart gebracht? Dat waren de vragen. Dank u wel, heer Gezing. Dan als laatste de heer Rodemond, als ik het wel goed gezien heb. Voorzitter, dank u wel. Zoals iedereen al zei, ook wij hebben een aantal vragen. Veel zijn weggenomen, maar toch eventjes wat meer inzoomend op bijvoorbeeld de vraag van de heer Van der Grampel als het gaat over een evaluatie van dit traject. Ik vroeg me namelijk zelf af, samen met mijn fractie, waarop we gaan evalueren. Wat zijn eigenlijk de toetsingscriteria voor dit beleid? Omdat je een regelarme, beleidsluwe voorstel hier neerlegt, kan je niet zomaar harde cijfers, lijkt mij, neerleggen aan het einde van het jaar. Anders dan, we hebben zoveel mensen geholpen. Dus wilde ik graag kijken samen met de portefeuillehouder in hoeverre we doelstellingen kunnen benoemen waarop wij ook als raad zouden kunnen sturen. Anders dan harde cijfers. Een andere vraag die mij te binnen schoot, lezende het stuk, was de problematiek rondom statushouders, gewezen asielzoekers. Er is een aantal keren ook in deze raad wel gewacht gemaakt van het feit dat hier een vrij hoog opgeleide groep binnen de gemeentegrenzen woont, hè? Onder andere mensen uit Syrië, om er wat te noemen, geen gekwalificeerde diploma's hebben. Ik kan me voorstellen dat deze groep ook valt binnen deze pilot in principe. Of verdienen zij wat meer speciale aandacht en moet daar nog een ander beleid voor naast dit fonds worden opgestart. Tot zover. Dank u wel, meneer Rodemond. Dan ga ik graag naar de portefeuillehouder, mevrouw Luiten, om de vragen die gesteld zijn te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. Ik krijg het na een jaar eindelijk in één keer het knopje goed. Dank u wel voor alle vragen en opmerkingen. Ik ga het rijtje maar even af. Ik begin aan mijn rechterkant. Dat is ook wel eens leuk om te proberen. Om maar eens even te beginnen bij het feit dat we niks zeggen over het wegnemen van regeldruk of bureaucratie. En u vroeg mij of dat betekende dat we vinden dat we daar hier helemaal al klaar mee zijn. Nou, dat is niet zo, kan ik u meteen vertellen. Integendeel, ik zou bijna aanbieden om eens te laten zien hoeveel regels we hier hebben. Maar dan moeten we echt met karretjes gaan werken. Het wegnemen van regeldruk en bureaucratie, dat staat nog steeds hoog op de agenda. Dit is eigenlijk een poging daartoe. Maar dit is eigenlijk meer, zou je kunnen zeggen, een bypass dan dat we het hele systeem in de kern veranderen. Dat zouden we namelijk nooit op korte termijn voor elkaar krijgen. Maar we merken wel, juist omdat er zoveel regels zijn, dat sommige dingen gewoon niet kunnen. En dan is het ontzettend belangrijk om zo'n fonds te hebben. Omdat er dingen zijn waarvan je ziet dat het mensen helpt. Waarvan je ook gewoon puur rationeel kan zien dat het voor de gemeente heel verstandig zou zijn om daarmee te helpen. Daar wil je dan in dit geval een fonds voor hebben waarmee je dat kan doen. U vraagt waarom 27 jaar? Dat is een grens studiefinanciering.
Dus dat betekent dat bijvoorbeeld voor opleidingen mensen tot die tijd studiefinanciering kunnen krijgen. Dus dat zou zijn dat op het moment dat iemand jonger is en hij wil een cursus doen, dan zijn daar andere financieringsvoorwaarden voor. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste reden. Het bedrag van 15.000 euro, ik zeg daar eerlijk bij, dat is ook voor ons een beetje koffiedik kijken. We hebben dit nog nooit gedaan, dus we weten ook helemaal niet of het heel veel aanvragen zijn voor EHBO-cursussen van 350 euro. Of dat er heel veel aanvragen voor 10.000, 15.000 euro komen. Dat weten we niet. We hebben expres gezegd, we beginnen dan maar hoog. Het feit dat het 15.000 euro is, wil niet zeggen dat iedereen dat ook moet aanvragen. Omdat als iemand, zoals ik net al zei, een EHBO-cursus van 350 euro wil doen, dan gaan wij natuurlijk ook niet meer dan 350 euro daarvoor betalen. Dus dat is sowieso iets wat in direct gesprek met de aanvrager duidelijk wordt wat de kosten zijn. En wat we in dit fonds vergoeden, zijn de daadwerkelijke kosten. Dat zijn niet, omdat het 15.000 euro is, doen we er voor de aardigheid nog maar wat bij. We kunnen ervoor kiezen om die grens lager te doen. Je kan hem omdraaien, hè, en zeggen van nou, we zetten een laag bedrag met de mogelijkheid om, als er een goede reden is, daar overheen te gaan. Wij hebben eigenlijk gedacht, voor het gemak, om dat andersom te doen. We verwachten, maar ja, nogmaals, die verwachtingen, ook dat is een vorm van koffiedik als het ware. We kunnen ons niet heel erg voorstellen dat iedereen hier met opleidingen of met andere verzoeken van 15.000 euro komt. Wat wij in de praktijk zien tot nu toe, dat gaat van allerlei bedragen. Letterlijk van 350 euro tot een ander bedrag. Dus het is een maximum en we hebben het ruim genomen omdat we dan niet zoveel uitzonderingen of niet eerder tegen onze eigen regels aanlopen. Dat was eigenlijk ook hier het idee. Oneigenlijk gebruik, nou daar kan ik heel kort over zijn. Oneigenlijk gebruik, daar zijn we altijd tegen in alle regelingen, dus ook bij dit fonds. Op het moment dat we merken dat iemand het oneigenlijk gebruikt, dus dat wil eigenlijk zeggen dat hij het geld gebruikt voor iets waar hij het niet voor heeft gekregen. Nou, vanzelfsprekend vorderen we dan terug. Dat doen we bij alle oneigenlijk gebruikte subsidies of bijdragen. De beleidsregel, natuurlijk zullen we die via de actieve informatieplicht, als die is vastgesteld, ter informatie aan u toesturen. Eind 2020 een evaluatie. Dat kan, dat is wel snel, omdat we eigenlijk van plan zijn om na die 2 jaar gewoon het helemaal te bekijken. Tegelijkertijd zou ik het graag aan u opsturen om u te laten weten hoe het eerste jaar gelopen is. Dan kom ik ook even bij wat meneer Rodemond net vroeg, van ja, wat ga je dan eigenlijk precies evalueren? Want we hebben niet zoveel doelstellingen. Nou, we hebben wel een doelstelling en we denken dat we daar heel goed aan u kunnen uitleggen waarom we de aanvragen hebben gehonoreerd die we hebben gehonoreerd. Namelijk omdat ze bijdragen aan een beter toekomstperspectief. Daar kan je van de voorkant ook weer proberen om allerlei criteria voor te formuleren en doelstellingen. Maar dan loop je weer het risico dat je hem van tevoren weer dicht timmert. Wij vinden het eigenlijk interessanter om halverwege of na afloop met u dat gesprek aan te gaan. Dat we u kunnen laten zien, dit hebben we daar allemaal uit betaald. En dat is ook het moment om te zeggen van wat vinden we daarvan. Dan kom ik ook bij de eventuele continuering. Als we daar met z'n allen heel enthousiast over zijn en u zegt als raad van college ga door, dan gaan we door. Maar dat kun je naar ons idee het beste zien op het moment dat je 1 of 2 jaar hebt gezien wat voor soort activiteiten we hier dan hebben ondersteund. Het stapbudget van het ministerie, dat is specifiek voor opleidingen. In de regio Zwolle, daar ben ik zelf ook bij betrokken, zijn we natuurlijk nu ook druk bezig met de Human Capital Agenda. Dus daar komen ook opleidingsvouchers. En ik zeg ook steeds, het gaat ook om niet-opleidingen. Het kan om allerlei dingen gaan. Dus dan heb je niks aan je opleidingsvoucher. Een van de voorbeelden die we bijvoorbeeld noemden was iemand die in zijn jonge jaren een gezichtstattoo had laten zetten op zijn voorhoofd. Nu heel graag in de horeca wilde, ook een baangarantie had. Maar ja, dat was niet zo ontzettend representatief. Met het weghalen daarvan is deze meneer vervolgens meteen aan het werk gegaan en daarmee uit de bijstand. Dus daar heb je met andere scholingsfondsen, zou dit soort dingen sowieso natuurlijk niet aan de orde komen. En datzelfde geldt voor iemand in een participatietraject die graag bij de kinderboerderij aan de slag wilde, maar daar een BHV-diploma voor nodig had. Nou ja, ook dat kom je met zo'n foutje niet altijd mee weg. Voorzitter.
Meneer Van der Gampel. Als ik u goed begrijp, kan het dus parallel naast elkaar lopen. Een aanvraag uit het pakje kansfonds en een aanvraag uit het stappenbudget. Ja, wat we bijvoorbeeld, en dat is ook een van de concrete casus waardoor we op dit idee gekomen zijn. Dat was een relatief jong iemand die in de bijstand belandde. Die nog wel zijn hbo-opleiding moest afmaken, of ik geloof nog een half jaar, iets dergelijks, een paar vakken. Had ook een baan inmiddels, maar daar moest hij dat voor hebben. Dat kon hij in een avondopleiding doen, alleen hij kon om 11 uur 's avonds niet meer met de bus naar huis. Daar hebben we €500 voor de aanschaf van een tweedehands scootertje. Waarmee hij binnen een half jaar de opleiding heeft gedaan. En inderdaad aan die baan is begonnen. En dan kan je zeggen, we gaan hier gratis scooters weer uitdelen. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. We willen dan wel echt eventjes zien dat er hier sprake is A, van een opleiding die hij dan nog moest afmaken. B, dat hij er niet op een andere manier kan komen. En C, dat het wel degelijk ging in die relatie met die die baan die hij op die manier kon krijgen. Dan zijn er vragen gesteld over de coaching. Dat je voor deze doelgroep misschien wat meer coaching moet gebruiken dan anders. Of moet aanbieden. Dat klopt, daar heeft de participatieraad natuurlijk ook om gevraagd. Nou is dat sowieso iets wat we hier in dit huis bij mensen die zich bijvoorbeeld melden op het gebied van bijstand of armoede of andere zaken. Sowieso al meer gaan doen. We hebben natuurlijk gesprekken met mensen. Op het moment dat wij constateren, bijvoorbeeld, we doen allerlei tests, bieden we aan. Ook op het gebied van laaggeletterdheid, op het gebied van schulden. En dit is er ook één. Op het moment dat onze mensen, de werkconsulenten, praten met mensen en die zeggen, ja, verdorie, ik kan nu niet gaan doen wat ik wilde, want ik mis een papiertje of ik heb nou net niet de mogelijkheden of ik moet met een kleine investering zou ik het wel kunnen. Dus die coaching, die zijn we eigenlijk vooral van plan om hier in de vorm van gesprekken van onze eigen mensen uit te voeren. En dat betekent ook, want er is ook gezegd van ja, aanvragen, kunnen die mensen aanvragen schrijven? Het is nou juist de bedoeling dat we niet een formulier maken van 35 pagina's met 37 heel ingewikkelde vragen waar je voortdurend halve essays moet invullen. Nee, die motivatie en dat toekomstperspectief, dat moet wel op papier, maar dat willen we natuurlijk met name vaststellen in gesprek met de mensen voor wie eventueel een bijdrage wordt overwogen. Meer dan één aanvraag, volgt mevrouw Verschuur. Dat hebben we op dit moment niet vastgelegd, maar dat lijkt ons op in eerste instantie niet waarschijnlijk. Sowieso niet tegelijk, want als je hier komt en zegt, als ik een klein steuntje in de rug krijg op dit terrein, dan kan ik daarna weer meer zelfredzaam zijn of meer op eigen benen staan. Nou, dan gaan we daar eens mee beginnen. En met meerdere dingen tegelijk beginnen is meestal niet zo heel erg goed voor het eindresultaat. Of je nou meerdere aanvragen op een volgend zou kunnen doen, daar hebben we niet van gezegd dat kan niet. En dat is iets wat we eigenlijk gewoon naar bevind van zaken zouden moeten beoordelen. Dat zijn nou met uitstek ook de dingen die we over 2 jaar bij uw raad neerleggen en zeggen, oh, dit is heel vaak voorgekomen of dat is eigenlijk nooit voorgekomen of het heeft ons voor een dilemma geplaatst. Dat is het gesprek wat we wat mij betreft dan ook over 2 jaar moeten voeren. Een toets door het ministerie is dan dus ook niet nodig. Die hebben hier in principe niks mee te maken, zal ik maar zeggen. Het risico op geen of weinig gebruik, dat is genoemd, dat hebben we als risico benoemd. Juist omdat het voor ons op dit moment slecht voorspelbaar is. Het kan best zijn dat wij hier enthousiast met ons fonds zitten te wachten en dat er helemaal niemand om komt vragen. Nou, dat zou naar ons idee heel zonde zijn. We denken overigens ook niet dat we verwachten ook niet dat dat gebeurt, maar het zou eventueel kunnen. We investeren wel stevig in communicatie en ook die vraag is gesteld. Niet alleen maar met advertenties in de krant, om het maar eventjes zo te formuleren, of op Facebook. Juist in die 1-op-1 contacten die we hier in dit huis, maar ook op de Samen doen bij de wijkteams op andere plekken voeren. Daar is het de bedoeling dat we ook echt scouten en dat we bij mensen die daar een beroep op doen of die daar langskomen of een gesprek komen voeren denken, hé, die zouden we met dit fonds een extra zetje in de rug kunnen geven. Dat is, denken wij, vooralsnog de grootste vindt plaats, om het zo maar even te noemen. Maar we willen ook heel expliciet duidelijk maken dat ook iemand die niet
hier iets te zoeken heeft of die niet bij samen doen komt, maar die wel kan overtuigen en iets nodig heeft, dat ook prima zelf kan doen. Je hoeft niet ingeschreven te staan bij een wijkteam of bij de gemeente om hiervoor in aanmerking te komen. Dus vandaar dat we wel allebei die sporen gaan gebruiken. Verplichte declaratie, kunnen we dat rechtstreeks doen? Dat hangt heel erg af van wat er dan wordt gevraagd. In principe, als iemand niet veel te besteden heeft, dan zullen we hem ook niet vragen om dat eerst allemaal voor te schieten en er dan een hele tijd over te doen voordat we dat een keer terugbetalen. Maar dat hangt ook van de persoonlijke situatie af van de mensen die aanvraag doen en waar ze dat voor nodig hebben. De plafonds in het budget vroeg de VVD. We hebben gewoon één budget, op is op zou je kunnen zeggen. Moeten we zien hoe hard het gaat. Je kan zeggen het is een doorslaand succes als binnen 6 maanden al het geld op is. Zou toch heel jammer zijn. Dus dat moeten we gaan bekijken. Dan is er verder nog. De criteria motivatie en perspectief is nog nagevraagd door de PvdA. Wat ik net al zei, dat zijn met name dingen die we in één-op-één contact denken vast te kunnen stellen. En dan nog, als je eraan zou twijfelen, dan houden we natuurlijk ook wel de vinger aan de pols. We willen wel dat certificaat aan het eind zien. Of we willen wel zien dat iemand nog een keer langs komt om te laten zien dat hij daartoe weg is. De reactie van de participatieraad, die heeft een groot aantal punten genoemd. We hebben daar ook een groot aantal punten van overgenomen. Niet alles. Bijvoorbeeld het maken van processchema's en afwegingskaders enzovoort. Dan ga je toch weer criteria en regels maken. We hebben hier intern nou juist gezet, omdat we dat ook heel belangrijk vinden voor de eigen verantwoordelijkheid en het gezond verstand, om het maar even te noemen, van de mensen die hier in huis de hele dag daarmee bezig zijn. We hebben gezegd, het wordt wel een meer ogenprincipe, dus het is een commissie van 3 mensen die daar samen naar kijken. Maar de mensen hier aan de balie zijn de mensen die zeggen, ja, ik vind dat dit voldoet. En ik leg dat voor, want ik vind dat we deze aanvraag zouden moeten honoreren. En op het moment dat je dat dus ook weer vastlegt in processchema's en criteria en afwegingskaders, ja, dan gaan we gewoon eigenlijk nog weer opnieuw regels zitten maken. Dat was nou in dit geval nou juist niet de bedoeling. En dat betekent, dat is ook genoemd, dat het kan voorkomen, en ik denk eerlijk gezegd, ik gok zomaar dat dat in de komende 2 jaar wel eens zou kunnen gebeuren, dat we misschien een keer een fout maken en iets toezeggen wat misschien wel in aanmerking was gekomen, of misschien een keer iets afwijzen waarvan we achteraf denken, goh, daar zijn we misschien iets te streng geweest. Dat is nou bij uitstek wat we deze komende 2 jaar zullen moeten leren, ook hier intern. En ik denk als we heel veel fouten maken, dat u ons heel snel tot de orde roept. Daar twijfel ik eigenlijk geen moment aan. Bijsturing in voorwaarden. Als we nou strenger moeten gaan worden of juist minder streng en we hebben net een heleboel mensen afgewezen. Ik denk dat je daar op de eerste aanvragen en de eerste kwartaal al heel snel zicht op krijgt. Ik heb een beetje ervaring met dat soort subsidierondes. Je kan meestal bij de eerste ronde vrij goed zien wat voor soort dingen er aankomen. Als we overspoeld worden door aanvragen, nou dan gaan we natuurlijk helemaal geen voorwaarden versoepelen. Als er helemaal niks binnenkomt, eerlijk gezegd ook niet. Omdat ik dan denk dat we ons gaan afvragen hoe groot de behoefte zou zijn als er na 2 jaar niks was binnengekomen. En ik zou in dit geval eerlijk gezegd ook niet zo heel goed weten wat we nog zouden moeten versoepelen. Omdat we natuurlijk ons best hebben gedaan om zo ruim mogelijke criteria te maken. Meerjarige opleidingen, nou ja, er is een maximum op het moment dat iemand een meerjarige opleiding wil gaan doen. Als hij van een bepaalde leeftijd of nog een bepaalde recht op studiefinanciering heeft, dan is dat natuurlijk de eerst aangewezen plek om dat te gaan zitten financieren. Maar ik kan me best voorstellen dat iemand misschien met een 2-jarige avondopleiding naast een baan of iets dergelijks, dat zin kan hebben. Maar dat moeten we per keer of per casus bekijken. Bedrijven kunnen niet aanvragen. Dit is echt gericht op gewoon inwoners van de gemeente. Daar is overigens wel goed nieuws voor, want ook daar in de Human Capital Agenda, daar is een groot fonds in aantocht en daar kunnen bedrijven bij de provincie en bij de Human Capital wel aanvragen. Voor opleidingstrajecten in hun eigen bedrijf en bij voorkeur met collega bedrijven in een bepaalde sector bijvoorbeeld.
Hoge opgeleide statushouders, dat is de laatste, als ik het goed heb bijgehouden. Die zei, dit is niet specifiek voor hun, want dat wilde overigens niet zeggen dat ze er geen gebruik van, geen aanvraag kunnen indienen. Maar voor statushouders hebben we natuurlijk wel een specifiek beleid op dit moment. Blijven is meedoen, waarin zodra iemand hier komt wonen, we een aantal inventarisaties doen. Er is natuurlijk sowieso de verplichte inburgering, de Nederlandse les, maar ook competentietest en wat is er nodig aan opleiding. Dus dat zit eigenlijk in een ander traject. Dat komt sowieso ook nog een keer hier naartoe, maar het wil niet zeggen dat daar niet een statushouder zou kunnen zijn die hier een heel goede aanvraag in zou kunnen. Dus voorzitter, ik denk dat ik hiermee alle vragen heb gehad die in eerste termijn zijn gesteld. Ik zie meneer Van der Grampel, maar kijk even. Nog één vraag die voor mij openstaat over het budget 522. Oh ja. Dit is het budget. We hebben natuurlijk wat kosten gemaakt om dat onderzoek ook te doen en om het op te zetten. En dat is waarom we voor dit bedrag hebben gekozen. Er is verder ook niet een enorme andere reden achter. Maar is die 70.000 er nu nog wel of niet? Die is er nog wel. Goed, mevrouw Luijten, dank u wel voor. Blijft nog heel even staan, want het komt misschien in de tweede termijn. Mevrouw Meijering, nog een aanvullende vraag of een verduidelijkende vraag? Ja, echt een aanvullende vraag. Tot 27 jaar is dus in verband met de studiefinanciering. Maar ik begrijp dat er op andere momenten van een andere regeling gebruik gemaakt kan worden, dat je sowieso geen aanspraak kunt maken op dit fonds. Is die leeftijd dan nodig? Want het voorbeeld van die scooter, ik weet niet gelijk of ik dat nou een heel gelukkig voorbeeld vind, maar die tatoeage bijvoorbeeld is, dat als dat op jonge leeftijd gebeurt, je bent 24 en je hebt er dan spijt van, kun je geen gebruik maken van deze regeling omdat je nog geen 27 bent. Dus mijn vraag is of dat iets is wat u zou overwegen om dan te wijzigen, de leeftijdsgrens te laten vallen en je kunt geen gebruik maken als de andere voorzieningen mogelijk zijn. Daar zouden we dan naar moeten kijken. Wat ons betreft hebben we hier nu voor gekozen. Ik kan ook slecht zeggen dat, normaal gesproken zou ik zeggen, laat het ons even proberen. Mochten we blijken in de praktijk dat het tegenvalt, dan kom ik bij u terug. Maar in dit geval is dat wat lastig, omdat mensen dan natuurlijk niet gaan aanvragen. Dus wat dat betreft, daar zouden we dan nog eventjes naar moeten kijken. En dan zou ik er voor de volgende raadsvergadering op terug moeten komen. Die over een half uurtje is, gok ik. Nou, volgens mij komt dit punt over 14 dagen op. Oh nee, dat is niet waar. Ja, dit is de volgende raadsvergadering. Dus daar gaan we dan nog even naar kijken. Dan komen we daar volgende raadsvergadering over 2 weken op terug. Hartstikke goed. Nog één vraag van de heer Gezing. Dan zijn we volgens mij rond. Ja, ik had nog even de vraag gesteld in hoeverre de behoefte in de gemeente Harderwijk in kaart was gebracht. Maar volgens mij is die tussen de regels door wel beantwoord. Maar... Nou, we hebben geen behoefteonderzoek gedaan, dus dat kan ik u niet beantwoorden. Dit idee is echt voortgekomen uit de signalen die we kregen van de mensen die hier elke dag die gesprekken voeren. De consulenten die zeggen, oh, wat jammer dat we nou iemand hier niet mee kunnen helpen. Als we dit nou zouden kunnen hebben, als we hier nou een geldje voor hadden, dan konden we iemand meteen weer wat meer op weg helpen. En, dat zeg ik er ook meteen bij, we hopen ook natuurlijk verrast te worden door allerlei ideeën en plannen van inwoners uit de gemeente die wij hier in dit huis nog niet hebben kunnen bedenken met elkaar. Daarom willen we ook heel graag dat mensen zelf komen, ook met hun idee. En wie weet, ze bedenken ze dingen die waar we stijl van achterover vallen. Dat zou fantastisch zijn. Goed, dank u wel voor de uitgebreide beantwoording. En mijn gevoel is dat dit ook voldoende is en dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Klopt dat? Wel, de heer Van der Grampel, toch wel. De heer Van der Grampel, alleen u voor de tweede termijn, dus de floor is Joor. Nog even inzoomen op de leeftijdsgrens van 27 jaar. We hebben het net even nagezocht, maar de grens voor studiefinanciering ligt hoger, namelijk op 29 jaar. Voor je 30ste moet je begonnen zijn met de studie. En natuurlijk, ik snap dat als je een opleiding of een studie wilt volgen, dan zit je aan de criteria vast. Maar niet in alle gevallen zal het dus aan de orde zijn. Er werd ook het voorbeeld genoemd van het weghalen van een tatoeage. Nou, dat kan dus ook op leeftijd 22, 23 jaar, als dat aan de orde zou zijn. Dus ja, wellicht dat er toch mogelijkheden zijn om wat flexibeler
met die grens om te gaan, afhankelijk van het soort vraag dat wordt gesteld. Goed, dank u wel. Ik vraag me even af of dat nog een beantwoording nodig heeft. Want volgens mij is de vraag al beantwoord naar aanleiding van de vraag die mevrouw Meijering gesteld heeft. Maar ik voel dat achter mij iemand aan het opstaan is om het wel te beantwoorden. Dan kijk ik even naar de heer Van der Gamp of dat voldoende is als de antwoording geweest is. Mevrouw Van der Veen probeert hem al voor u te beantwoorden. Maar ik hoor het graag van u zelf. Ja, want het staat dus nu in de regeling. Dus ik wil wel even, omdat er ook misschien dan sprake kan zijn van flexibel hiermee omgaan, hoe de portefeuillehouder dit dan denkt te vormgeven in de regeling. Goed, nogmaals de vraag, mevrouw Luijten. Voorzitter, dank u wel. Ik zat zelf een beetje op dezelfde lijn als die u al dacht. Ik stel voor dat we nog een keer even heel goed kijken naar de redenen. Het klopt natuurlijk dat lang niet alles per se daarna pas geldig wordt. Maar we gaan sowieso dat antwoord voor meneer Meijering, wou ik zeggen. Nou, excuus. Dat is niet persoonlijk, dat rolt er zo uit. Dan nemen we dat meteen mee en we zorgen dat dat komende week bij u is. En dan heeft u nog ruim een week de tijd voor de volgende raadsvergadering om daar nog wat van te vinden. Goed, ik zie dat het voldoende is. Daarmee rest mij de vraag of dit door kan als bespreekstuk of als hamerstuk. En ik zou eigenlijk willen voorstellen dat als de beantwoording naar tevredenheid is, dat dit dan als een hamerstuk door zou kunnen. Maar ik probeer even, en ik zie mevrouw Van der Veen al meteen weer nee schudden, en daar de heer Van der Gamp mee souffleren. Maar ik probeer het toch maar even, zou het dan door kunnen als een hamerstuk? Ik hoor ja hoor. Ik zie niemand. Eerst als bespreekstuk en dan kunnen we aangeven als het akkoord is dat het precies gewoon een hamerstuk wordt. Maar ja. Eerst als bespreekstuk. Ja, eerst als bespreekstuk, ja. Maar mocht u de beantwoording voldoende vinden, dat het dan een hamerstuk kan worden. Ja, doen we dat op deze manier. Dank u wel. Goed, dan zijn wij aangekomen bij agenda punt 5. En daarvoor moet ik eerst even inloggen. Het gaat om de vierde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsseland. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Mis ik iemand? Niemand. Goed. Daarmee hebben we daar volgens mij een hamerstuk voor de volgende raadsvergadering te pakken. Dank jullie wel. Zijn we meteen aangekomen bij agenda punt 6, ontwikkeling schulddienstverlening. Mevrouw Luijten refereerde er net al even aan bij het andere agendapunt. Dit is het agendapunt dat straks ook op de raadsvergadering komt staan. En ik zal u uiteraard aan het einde van deze vergadering vragen of het daarnaartoe kan als een hamerstuk of een bespreekstuk. Maar ik wil het nu graag hier eerst in bespreking geven en ik kijk even weer rond wie daarvoor het woord wil. Ja, meneer Van der Gamp, u heeft te veel geluk gehad en te lastige vragen gesteld. Dus u bent nu niet als eerste aan de beurt. Ik ga naar mevrouw Soeten toe. Nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Over het algemeen zijn wij positief over de plannen die de gemeente heeft. Maar we hebben nog wel een aantal opmerkingen en vragen. Want we willen natuurlijk graag dat iedereen binnen onze gemeente, indien men dat wil en nodig heeft, gebruik kan maken van goede hulpverlening. We spreken de hoop uit dat deze werkwijze dan ook drempelverlagend werkt en dat procedures vereenvoudigd worden. En daarom willen we graag weten of er uitsluitingsgronden worden toegepast of gehanteerd. Bijvoorbeeld voor mensen zonder inkomen of voor zelfstandigen. Of bijvoorbeeld mensen die eerder een beroep hebben gedaan op schuldhulpverlening of in een niet afgeronde scheiding zitten. Dus de vraag is eigenlijk, worden die uitsluitingsgronden gehanteerd en zo ja, waarom? En dan nog een vraag over het keurmerk waarover gesproken wordt. Wij willen graag weten of de wethouder binnen onze gemeente zelf een keurmerk wil ontwikkelen of dat er samen wordt gewerkt met andere gemeenten of bijvoorbeeld met de VNG. En dan staat er nog in de stukken dat meesters ingezet wil worden. En daar staat als voorbeeld bij dat men met behulp van meesters wil onderzoeken of bewindvoering nog nodig is bijvoorbeeld. En wij vragen ons af in hoeverre wordt ook de mening van de burger daarin meegenomen en ook de mening van de bewindvoerder. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. Wat betreft de procedures vereenvoudigen sluit ik aan bij de vorige spreker. En wij zijn op zich wel tevreden over dit
plan. Het is altijd goed als je je schuldhulpverlening wilt verbeteren, als je constateert dat het niet gaat zoals je wil dat het gaat. Toch zijn wij daar wat nieuwsgierig naar de denkwijze, want tot voor kort hoorden we nog dat er onderzocht werd of we het misschien intern konden doen. Nou, dat gaan we niet meer doen. Enigszins achtergrond hoe tot die beslissing gekomen, meer dan de paar zinnen die erover in het stuk staan. En daarnaast een oproep om toch ook dat voorproces en de preventie, om dat goed onder de aandacht te brengen. En wellicht kan dat in een andere sessie nog een keer. Ik kan me voorstellen dat de rest van de raad daar ook in wil meedenken. En toch de oproep om dat ook met een nieuwe schuldhulpverlener effectief op te gaan pakken. Dank u wel. Tijn van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Schulden isoleren en kunnen leiden tot verborgen armoede. En kunnen mensen het gevoel geven dat ze aan hun lot worden overgelaten. Hoe fijn is het dan dat je weer op weg geholpen kan worden? Wat ons betreft heeft de overheid als verantwoordelijke voor de schulddienstverlening de taak om mensen bij te staan en te helpen. Het voorliggende stuk doet hiervoor concrete voorstellen. Zowel voor het programma van eisen van de aanbesteding als voor nieuwe focuspunten voor het minimabeleid. Hoewel wij de toelichting van deze focuspunten nog wat mager vinden, hopen wij dit meer uitgelicht terug te zien in het nieuwe minimabeleid. Er is een schuldenindustrie ontstaan in dit land. Bedrijven handelen met schulden van kwetsbare mensen en daarbij worden soms geen enkel middel geschuwd. Mensen moeten hun schulden netjes afbetalen, maar moeten ook, waar mogelijk, beschermd worden tegen malafide schulddienstverleners. Het weinige zicht en de invloed die we de afgelopen jaren hebben gehad op het proces, verloop van trajecten, inzet van middelen en bewindvoering is treurig en voor onze fractie onacceptabel. We willen onze dank uitspreken voor het overzichtelijke schema in de bijlagen, die helpend is geweest om inzage te krijgen in de ambitieuze veranderingen die Hardenberg wil doorvoeren. Vooral de menselijke maat, het contact met de inwoner zelf en de lokale integrale benadering voor elkaar onderschrijven wij van harte. We hebben slechts twee vragen voor de portefeuillehouder. Een eerste is eigenlijk ook in lijn met een vraag die meneer Rodemond de vorige termijn ook al een keer stelde bij het andere onderwerp. Is er nog aandacht voor statushouders met schulden, aangezien deze groep door het complexe systeem in Nederland soms meer ondersteuning nodig heeft? En tot slot, de vergaande voorstellen die gedaan worden, zoals de verplichte terugkoppeling, het gebruik van MESIS, waar mevrouw Soeten net ook aan refereerde, het convenant of keurmerk en de wisselende tarieven, is hierover ook ruggespraak geweest met de sector of met de huidige schulddienstverleners? En zo ja, wat was de eerste reactie daarop? Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Dan ga ik naar de heer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Op dit moment hebben wij een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met de gemeentelijke kredietbank. Zij voeren de schulddienstverlening voor ons uit. En u stelt voor om dat met 3 maanden te verlengen om tijd te krijgen voor het aanbestedingstraject. Dus mijn vraag, is er enig zicht op met welke partijen we te maken krijgen na die aanbesteding? Dan stelt u een vraag over de vroegsignalering. Ook dat project wilt u met een jaar verlengen, dan kan ik u nu reeds van harte ondersteunen. Dan op de wettelijke schuldsanering op zich. Op dit moment maken we in de gemeente Hardenberg ongeveer 250 inwoners gebruik van het beschermingsbewind met bijzondere bijstand. Nog geen 0,3% van de bevolking. Mijn vraag is, zijn ze dit? Of blijven er toch nog mensen tussen wal en schip vallen? En tot slot mijn vraag, en dat mag u rustig mij beschouwen als een hartekreet. Bent u in staat om met het voorgestelde beleid deze kwetsbare groep te beschermen tegen malafide bemiddelaars die gewetenloos misbruik maken van mensen die in een uitzichtloze situatie zitten? En hoe gaat u dat aanpakken? Dank u wel. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Mevrouw Meijering. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij met het plan weer. En we zijn blij dat gezocht wordt naar een nieuwe oplossing, nu we niet tevreden zijn over het GKB. We zijn aan de andere kant ook blij dat er besloten is om dit niet in eigen huis te halen. Maar dat zal u niet verbazen. Ik zie onze eerdere vragen hierover.
De vroegsignalering project voor elkaar, daar zijn we op zich enthousiast over, want we vinden het ook belangrijk dat schulden niet onnodig hoog oplopen. Maar we vragen ons ook wel af of dit project helemaal voldoet aan de AVG-wetgeving, vooral omdat partijen als Vitens meedoen en we ons water nou eenmaal niet ergens anders kunnen afnemen. Dus dat horen we graag van de wethouder. Mevrouw Soetsen refereerde er ook al naar. Laagdrempeligheid is erg belangrijk voor de schuldhulpverlening. En ook in het rapport waar u naar verwijst wordt aangegeven dat dit erg belangrijk is. Maar hoe toegankelijk is onze schuldhulpverlening? En dan wordt mijn vraag heel iets anders dan die van mevrouw Soetsen. Is deze voor iedereen toegankelijk? Nou, zij heeft al wat mogelijke uitsluitingsgroepen genoemd. Maar die groepen, stel dat de groepen worden uitgesloten, om welke reden ook, hoe gaan we dan toch zorgen voor deze inwoners? We hebben natuurlijk een zorgplicht voor al onze inwoners. U geeft aan dat u wilt werken met een strengere beslagvrije voet. Dan is de vraag, waarom kiest u hiervoor en niet bijvoorbeeld voor het vrij te laten bedrag of VTLB, wat ook jaarlijks door de wetgever wordt aangepast en waar wat ruimte, extra ruimte wordt weggegeven. En het convenant, daar zijn we enthousiast over, over het keurmerk minder, maar dat bevreemdt u niet. Wij denken dat de rechtbank in Den Bosch, waar de bewindvoering onder zelf weer onder bewind staat en altijd de stukken moet aanleveren, dat het goed zou moeten werken. Begrijpen we ook van bewindvoerders, ik weet niet wie het net vroeg, we hebben contact gehad met enkele bewindvoerders, die zijn ook erg enthousiast over een convenant en zien ook erg graag de samenwerking met gemeente, de persoon die geholpen wordt en de bewindvoerder samen, om zo ook diegene in de toekomst verder te helpen. En ik ben benieuwd of er misschien ook mogelijk is dat er meerdere partijen zijn die het GKB gaan vervangen, of gaan we op zoek naar één grote partij. En dat was het. Dank u wel, mevrouw Meij. Tot slot aangekomen bij de heer Van der Gampel. En ik ben even benieuwd of uw vaste sidekick ook weer meedoet. Dank u, voorzitter. Ja, nu kan ik zeggen dat er al flink wat vragen gesteld zijn. Maar allereerst wil ik de ambtelijke organisatie hartelijk dank zeggen voor het beantwoorden van enkele technische vragen van mijn kant. In het traject van schuldhulpverlening zijn preventie, vroegsignalering en het bieden van maatwerk aan degenen die met deze problematiek te maken hebben, essentieel. Deze elementen ziet de fractie van de ChristenUnie tot haar voldoening terug in het raadsvoorstel. Ook de in het raadsvoorstel genoemde focuspunten voor de intensivering van het beleid onderschrijven wij. In grote lijnen kunnen wij dus instemmen met het raadsvoorstel. En nu resteert eigenlijk nog maar één vraag aan de portefeuillehouder. Een van de beslispunten in het voorstel is het voorstel om in te stemmen met het voor 2020 verlengen van het project voor elkaar. Eigenlijk is in het raadsvoorstel zelf daar heel weinig over terug te lezen. In het projectplan, zoals dat in januari dit jaar naar de raad is gestuurd, is sprake van een evaluatie na een periode van 3 maanden. Is deze geweest en wat was de uitkomst ervan? En bij dit project zijn ook organisaties als Raad en Recht, Eurowijzer en Humanitas betrokken. Weet u ook, portefeuillehouder, hoe zij er tegenaan kijken? Zeker als het ook weer wordt gesproken over de verlenging. En deze input is het ook reden om nog een bijstelling van het projectplan aan te brengen. Dank u. Dank u wel. Meneer de voorzitter. Mevrouw Schuur. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Neem het woord. Neemt u het woord. Ik wou al bijna naar de portefeuillehouder toe, maar u... Ja, nee, geef niet. Ik kom zo om. Safe bij de bel. Voor de volgende keer. Ja, dank u wel. Meneer de voorzitter. In ieder geval fijn dat de inwoners van gemeente Hardenberg bereid zijn om aan deze pilot mee te werken. Het zijn gevoelige onderwerpen en de inwoners zijn hier op zijn kwetsbaarst. Hier moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Vertrouwen en gehoord voelen zijn onder andere de sleutelwoorden. We staan voor de schuldhulpdienst voor dit raadsbesluit. Maar we hebben nog wel een aantal vragen. Ten eerste over de krediet. Dit zal waarschijnlijk gaan, hè, gelden voor de nieuwe af te sluiten kredieten. Graag willen we weten wat er gebeurt met de lopende kredieten. Bij de aanvraag, om meer grip te krijgen, willen we de aanvraag per de 2020 zelf uitvoeren, zodat we de beschikking zelf afgeven.
en daarna de hulpverlening wordt opgestart bij de externe partij. Wie zijn we? Wie gaat de aanvraag uitvoeren? Is dat bijvoorbeeld de gemeente of bijvoorbeeld de samendoenteams? In het besluit wordt gesproken over bewindvoering. We hebben het over de GKB en andere partijen. Wat bij ons heel erg speelt is van, en sluit eigenlijk wel aan bij de vorige sprekers, van in hoeverre bepaalde inwoner hier zelf en wie het traject in gaat zetten. Of neemt de gemeente hier de regie in of de gemeente kredietbank. Dus daar een beetje meer helderheid over. Dank je wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verschuur. Dan ga ik nu wel naar de portefeuille. Kijk misschien of u klaar bent. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook nu doet het ons goed om te horen dat deze raad dit onderwerp ook aan het hart gaat. Dat geldt ook voor het college. Dus dat is een van de redenen waarom we er tegenaan willen, om het maar zo te zeggen. Om dan meteen eventjes in te gaan op wat meneer Boshoven ook vroeg van goh. Er was ooit een plan om het zelf te gaan doen. Hoe zijn we nou opeens hier beland? Wat we toen hebben besproken is dat het contract met de GKB ging aflopen en dat we gingen onderzoeken of we dat zelf konden doen. We waren toen in een stadium dat we bij gemeenten waren wezen kijken die het zelf deden. En dachten, goh, dat is wel heel fijn, want wij hebben verder geen ander belang. Misschien is dat een hele goede optie. We zijn daar verder wat ingedoken, we hebben meer onderzoek gedaan en toen bleek dat wij daar eigenlijk als Hardenberg toch een beetje te klein voor zijn. Als je Groningen bent, dan als stad, dan praat je over veel meer mensen, over veel meer kredieten, lopende kredieten. En dan heb je dus ook een grotere afdeling van mensen. Dus als er eentje ziek wordt, is dat niet zo'n punt. Bovendien kan je de kosten ook wat makkelijker delen. Dus gaandeweg hebben we toch geconcludeerd dat we, als we dat zelf zouden willen doen, dat we onszelf en dus ook met name de mensen die daar dan van afhankelijk zijn, te kwetsbaar maken. We merkten ook, omdat het hier dan op wat kleinere schaal zou zijn, dat de kosten relatief hoog zijn en dat we het dan niet zouden kunnen doen voor het bedrag waar nu de GKB het nu voor ons doet. Het bleek, dat zijn de praktische kanten, maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste was, wat we zijn toen bij veel collega's wezen kijken, gemeentes, kredietbanken, noem maar op, we kwamen eigenlijk ook tot de conclusie dat het helemaal niet zo per se gaat om het hele proces van A tot Z in eigen hand te houden. Wij zijn geen bank. Dat moet je als gemeente denk ik ook niet willen, alleen als het echt niet anders kan. Maar het ging ons er juist om. Want er zijn een aantal momenten in zo'n proces en daar wil je als gemeente bij zijn. Dat wil je niet gewoon uit handen geven maar hopen dat het goed gaat. Nee, daar wil je gewoon meer tegenaan bemoeien. En als je dat goed hebt geregeld, en dat zit met name in de voorkant van het proces. Wat is er aan de hand? Welke schuldeisers hebben we hierover? Wat is de juiste keuze? Hebben we het hier over beschermingsbewind? Moeten we naar de schuldsanering? Kunnen we dat op een andere manier, lichtere manier oplossen? Daar willen we bij aan tafel zitten. En als dat eenmaal goed is geregeld en goed is afgesproken, dan kan je dat natuurlijk heel goed overlaten aan mensen die dat de hele dag voor hun werk als professionals doen. Dus dat is eigenlijk waarom we nu tot dit voorstel zijn gekomen. We hebben het idee dat we daarmee precies dat kunnen doen wat we willen en veel beter onze vinger aan de pols houden. Ik heb in de krant ook gezegd, we willen ons er gewoon meer tegenaan bemoeien om zeker te weten dat het goed gaat. En om juist deze kwetsbare groep te helpen waar dat nodig is. En ik onderschrijf de hartekreet van meneer Kloekhorst dan ook natuurlijk helemaal. Want er zijn weinig dingen waar je zo kwaad van wordt, is om te zien om mensen die al zo in de problemen zitten en dat dat dan alleen nog maar erger wordt omdat mensen inderdaad met kwade bedoelingen daar ook nog een slaatje uitslaan. Nou is het, om die vraag meteen te beantwoorden, wel zo dat je in dit land helaas nog steeds, in veel gevallen is dat prima, maar in een aantal gevallen niet, zelf mag kiezen wie je dat laat doen. Dus dat betekent dat wij mensen niet kunnen dwingen om bij tot gedwongen winkelneming bij bepaalde bewindvoerders en bij anderen niet. Wat we wel kunnen doen is zeggen, dit zijn bewindvoerders met wie wij kwaliteitsafspraken hebben gemaakt, met wie wij een convenant hebben gemaakt. Of wij hebben als gemeente een aantal kwaliteitsafspraken met onze bewindvoerders in de gemeente afgesproken. En als u deze neemt, dan weet u zeker dat het goed gaat. Zo'n advies mogen wij geven, maar als iemand toch erop staat om
de buurman dat laten doen en de buurman maakt er een potje van, ja, dat is helaas een keus van mensen zelf. Dan kom ik dus ook bij dat keurmerk van de vraag of wij bij de VNG waren geweest. Ja, we hebben een aantal keurmerken en vergeleken. We hebben ook in dit hele traject met allerlei soorten organisaties en bedrijven gesproken met, die dit werk gewoon doen. Dat zei mevrouw Meijerink ook al. Er is een algemeen convenant, dat vinden wij zelf nog een beetje te algemeen. Dus het liefst zouden wij met de bewindvoerders hier in de gemeente nog een stapje verder gaan. En dan kom je wel op een eigen convenant, wat wij als gemeente zouden afsluiten met de bewindvoerders hier in de gemeente. Dat zou ook logisch zijn, denk ik, omdat we het ook over onze inwoners hebben. En nog steeds staat het die inwoner vrij om ook een bewindvoerder uit een andere gemeente te kiezen. U vroeg ook van, goh, praten we nog met... in hoeverre heeft de inwoner zelf nog wat te vertellen? Zo aan het eind van zo'n traject, is zo'n instrument dan iets wat we in de computer opzoeken en spreken we dan ook met de bewindvoerder hoe het gaat? In de stukken staat ook wat dat we tegen het eind van zo'n traject ook een uitstroomgesprek voeren. Dat is juist met de inwoner. Dat doen we een half jaar van tevoren. Omdat we dan ook kunnen zeggen, oh, heb je het idee dat je het weer aan kan? Hè? Je bent bijna aan het eind van zo'n traject. Heb je het idee dat je nu wat steviger in je schoenen staat als het gaat om het op orde houden van je eigen financiën? Of zeg je nou, ik vind het nog steeds moeilijk en ik zou nog wel wat extra begeleiding daarbij kunnen gebruiken? En dat willen we, dan kunnen we samen met onze maatschappelijke partners dan ook nog wat extra nazorgtrajecten aanbieden. Om die mensen dan toch daarna weer te begeleiden. Er is een groep mensen die, waarvan het duidelijk is dat die altijd problemen zullen blijven houden. Nou, daar zou je toe kunnen naar een, dat is er nu ook al, dat is nu in de beschermingsverplicht, beschermingsbewind. Mensen die dat niet zelf kunnen, daar kan je ook toe. Er zijn gemeentes die hebben een, noem het maar even een light versie, waar de gemeente de huur, water, gas, water, licht en telefoon betaalt en de rest is voor de inwoner. Er zijn mensen die vrijwillig zeggen, vind ik wel een heel fijn idee als iemand dat doet. Dat zou nog, maar dat zijn precies de dingen die we in zo'n uitstroomgesprek gewoon eventjes willen weten. En ben je opgeknapt na die 3 jaar? Sta je er goed voor? Denk je dat het niet nog een keer gaat gebeuren? Of kunnen we je daar nog mee helpen om dat te voorkomen? We merken, hebben daar hele goede resultaten mee, want dan kom ik ook bij de vroegsignalering. Wij zouden inderdaad evalueren na een tijdje. We hebben dat intern gedaan. We zitten op dit moment op 68 casus. Waar we langs zijn geweest. En dat was best wel even spannend, want je belt zomaar aan. En ik moet eerlijk bekennen dat als bij mij iemand aanbelt en zegt, ik ben de gemeente en ik kom eens even met uw particuliere financiën bemoeien, dat ik daar misschien niet zo vrolijk op zou reageren. Daar zie je ook maar aan hoe belangrijk het is. Deze mensen, veel daarvan, zijn er ontzettend blij mee. Want die zien zelf ook wel aankomen dat het langzaam minder gaat. Het is natuurlijk ook zo, als je op 2 van deze terreinen betalingen mist, en dan heb je dus echt over huur en over gas en licht, dat soort zaken, dan is er meestal echt ook al wat aan de hand en die mensen weten dat zelf ook. En we merken in de praktijk dat ze blij zijn, dat ze opgelucht zijn dat we langskomen en dat we dus ook heel goed het gesprek aan kunnen gaan van oké, hoe gaan we het oplossen en hoe gaan we voorkomen dat je van hier alleen nog maar van de regen in de drup belandt. Dus tot nu toe zien we daar hele positieve resultaten mee. Dus wat ons betreft gaan we daar mee door zolang het nodig is. Dus ik vrees dat het nog niet helemaal ooit over zal gaan. Maar het is een van de dingen waarmee we denken mensen echt het beste kunnen helpen. Meneer Boshoven vroeg ook nog of dat we preventie blijven doen. Ja, dat blijven we ook doen. Wat we nu doen op scholen, op andere manieren, spreekuren, geldkranten of budgetkranten, dat soort zaken. Natuurlijk blijven we dat ook doen. Maar die vroegsignalering is naar ons gevoel wel een beetje de meest concrete en ook het meest effectieve middel wat we op dit moment hebben. De focuspunten, vroeg de PvdA, die zijn nu niet zo uitgesproken. Dat klopt, u zegt ook van ik hoop ze terug te zien in het minimabeleid. Dat is ook precies de bedoeling. Het enige nadeel, want eigenlijk hadden we het liefst gehad dat we 1 minimumnota naar u toe konden sturen waar dit een onderdeel van was. Maar omdat we met die deadline zitten van die aanbesteding,
hebben we ervoor gekozen om eigenlijk dit hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, eruit te halen. En die minimanota, die komt erachteraan. Statushouders hebben we een apart gesprek, een apart traject voor gehad. Daar zijn we met de maatschappelijke partners ook naar aan het kijken. In principe, zodra zij in dit traject belanden, dan spreken we ze natuurlijk ook. Maar wat dat betreft blijkt wel dat er vaak noodzaak is. En we zijn wel aan het kijken hoe we daar specifiek instrumentarium voor kunnen ontwikkelen. Want ook daarvan kan je zeggen, je kan een hele tijd wachten tot het al is fout gegaan. Je kan ook misschien beter in het begin erin investeren om te voorkomen dat het verkeerd gaat. Ruggespraak met de sector, nou zoals u hoorde, dat hebben we dat veelvuldig en uitgebreid gehad. Ook met veel verschillende partijen. De partijen na de aanbesteding, we hebben nu natuurlijk alles bij de GKB belegd. In principe zijn wij daarvan uitgegaan, maar dat is ook aan de mensen die meedoen. Dat wij een aanbesteding uitschrijven en dat daar één partij op zal, uiteindelijk die zal winnen of zal krijgen. Er zijn een aantal partijen ook in geïnteresseerd die dit werk ook voor andere gemeentes doen. Maar dus wij gaan er eigenlijk vanuit dat het één partij zal zijn, maar het staat natuurlijk die mensen ook vrij om samen mee te doen. Dus dat hangt ook een beetje af van de partijen die uiteindelijk inschrijven daarop. Of er mensen tussen wal en schip komen, ja, er vallen altijd mensen tussen wal en schip, helaas, in dit land en dus ook in Hardenberg. Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet geregistreerd zijn, omdat ze bij ouders wonen en geen inkomen genieten, dat soort zaken, ja, die bereiken wij ook niet. Dus dat zal zo zijn. Op het moment dat we ze tegenkomen, en dat kan ook bijvoorbeeld met huisartsen zijn, dat kan bij Samen Doen zijn, dat kan op andere plekken zijn, dan geldt eigenlijk wat we altijd doen, ook als ze niet meteen kunnen worden toegelaten tot de officiële trajecten, dan hebben we natuurlijk juist nu met Samen Doen teams, met de maatschappelijke organisaties, met de Eurowijzers en Raad en Recht en Humanitas, proberen we daar natuurlijk wel degelijk iets mee te gaan doen. En het zover te krijgen dat iemand wel kan worden toegelaten tot bijvoorbeeld een schuldsanering als dat nodig mocht zijn. De vroegsignalering, dat is natuurlijk, dat vroeg de VVD. Je legt gegevens van mensen naast elkaar. Daarvan zou je, als je dat niet goed regelt, dan mag je dat niet zomaar doen. Maar gelukkig hebben we aangesloten bij een project wat op een aantal andere plekken in het land gebeurt. En dat is uitgebreid getest. En het systeem zoals het nu staat, zoals we dat nu doen met de VITENS en zo, dat is AVG-proof. Gelukkig. Dus anders zouden we het ook niet zomaar doen natuurlijk. Dan de verlenging van voor elkaar, die heb ik gehad. De lopende kredieten blijven bij de GKB. We gaan in ieder geval eerst beginnen met het opstarten van nieuwe zaken. Vandaar ook dat we nog 3 maanden willen verlengen, want in principe gaan we wel in per 1 januari. Maar we willen de nieuwe GKB, of de partij die in de plaats komt van de GKB, en onszelf en de GKB de tijd geven om die dossiers ook echt heel zorgvuldig over te dragen. Want dit zijn nou bij uitstek dingen waar je niet per ongeluk in een verhuizing een dossier achter de muur moet verliezen, want dan raken mensen echt in het probleem. Dus dat vereist heel veel zorgvuldigheid en daar willen we gewoon ook rustig de tijd voor kunnen nemen om dat goed te doen. De regie bij de inwoner, ja, vanzelf. Dat is nou juist ook de bedoeling van dit hele traject, dat we aan de voorkant met die inwoner over zijn problemen praten, goed proberen te doorgronden van wat is er aan de hand. Wat is nou eigenlijk op dit moment de hulp of de interventie die nodig is om deze inwoner weer op de beste manier te helpen? Dus ja, die is daar zelf bij. En dat is nou juist ook het gesprek wat we niet alleen aan het begin, maar ook voor het eind willen aangaan. Om niet meer te zeggen, oké, we hebben het geregeld. Je gaat naar de kredietbank en we zien je nooit meer terug. Nee, voordat dat afgelopen is, zo'n traject, hebben we ook met die inwoner dat gesprek. En als die zegt, ik wil nog wat ondersteuning, ik wil veel ondersteuning, ik wil misschien een beetje licht ondersteuning, af en toe is er ergens een spreekuur waar ik nog eens een vraag kan stellen, dan verwijzen we hem daar natuurlijk naar door. Ik geloof, voorzitter, dat ik daarmee alles heb gehad. Als ik me niet vergis. Ik zie mevrouw Verschuur meteen bewegen, dus het zal wel niet. Mevrouw Verschuur. Ja, dankjewel. Ik heb nog een aanvullende vraag. Is de participatieraad hier ook in meegenomen?
Ja, die is, ik kijk eventjes naar mijn steun en toeverlaten op dit terrein. Als het goed is wel, toch, dames? Oké. Okay. Dankjewel. De heer Boshoofd maakt voorzitter, ik zie mensen op de publieke tribune die dat niet kunnen verstaan. Wellicht is het fijn om dat even te herhalen. Dit is een uitvoeringsstuk. We sturen, het beleidsstuk gaat wel. Dat ligt al bij de participatieraad. Het is nog niet behandeld. Maar dat komt eraan. Maar dit gaat met name om het voorleggen aan de aanbesteding. En vandaar dat het in deze raad. Prima, ik zie geen vragen meer. Dank u wel, mevrouw Luiten, voor de beantwoording. Dan kijk ik rond of er behoefte is aan een tweede termijn. En dat is niet het geval. Dan rest mij de vraag of de aankomende raadsvergadering, die om 8:30 begint, dit door kan als een hamerstuk of bespreekstuk. Hamerstuk. Hamerstuk. Uitstekend, dan gaan we het op de agenda verplaatsen van bespreekstuk naar hamerstuk. Dank jullie wel. Dan zijn we al aangekomen bij agenda punt 7, de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Wil ik jullie allemaal danken voor de bijdrage. En dan rest mij om aan te geven dat de raadsvergadering om 8:30 zal beginnen. En dat voor de eerste keer onder leiding van burgemeester Wiggers. Tot 8:30. Dank u wel.